Ik ben een professor. En... Ik ben een chirurg, een dokter. En wij ontmoeten elkaar toevallig in de kliniek waar ik opgenomen ben met een hartfalen. Maar blijkt dat ik ooit nog lesgegeven heb aan deze bevallige studenten. En ja, eigenlijk vrij snel ontslaat de dokter mij uit de kliniek. Er is niks mis met mij, maar wij botsen nog een paar keer op elkaar in de loop van het verhaal. En waarom zou het anders Adam en Eva heten? Er ontstaat iets tussen ons. Ondanks het leeftijdsverschil. Ja. En wat je ook hebt, er zijn eigenlijk verschillende personages die eigenlijk samenkomen in de Vlaamse Ardennen. En door die samenkomst verandert ook een beetje hun eigen loop terug in het leven. Ja. Beter dan, hè. Ze helpen elkaar wel op weg een beetje in hun leven. Dat is een heel mooi scenario. Het is mijn tweede keer, denk ik. Ja, de Maagd van Gent heb ik gedaan met hem. En ik werk graag met Nicolaas. Het is een heel creatieve, vaak chaotische geest, maar met alle voordelen van die. Er zijn een beetje nadelen aan ook, maar als je hem volgt, wordt je beloond eigenlijk. Hij geeft nooit af. Hij blijft elk moment, wordt niet moe, onwaarschijnlijk. Is wel doodop na een draaidag, maar blijft creatief. Ik heb eigenlijk een beetje bewondering voor Nicolaas. Die mensen hebben bewondering ook voor de andere drie. We zijn met drie, hè? Het is een hele kleine crew. En dat is echt bewonderingswaardig, hè? Wat die doen, niet te doen. Het is echt, Ja, want dat is nu een huzaren stukje. We zijn hier vanavond in de Biestmolen, met veel figuratie. Normaal bij een professionele ploeg heeft iedereen zijn taak. Is er iemand om die, of zijn er twee, om die figuranten bezig te houden? Dat moet niet allemaal door die drie mensen gebeuren, hè? Maar je zult zien dat lukt. Ja, like vandaag hebben we een film van Op een Duivenkot. Dat heeft hij ook ter plekke gevonden. Hij gaat zoeken, hier gaan we dat doen. En hij ziet dat duivenkot. En hij roept naar die mensen, duivenliefhebber, maak ik op u. Van op je kot dat doen. En die mens zei, oh, maar nee, mijn duiven. Hij roept ze binnen. En die mens heeft zijn duiven binnengeroepen. We zijn op dat duivenkot geklommen voor een prachtig zicht over de Vlaamse duiven. Het is ook wel een heel mooi project in de zin dat het wordt gemaakt ook met heel veel mensen vanuit de Vlaamse Ardennen. Hè? Ja. Bijna alleen maar mensen uit de Vlaamse Ardennen. Ja. Behalve ik en Robrecht. En Robrecht. Het zijn allemaal mensen van de Vlaamse Ardennen. En mensen uit het amateurcircuit. Ik vind het heel fijn. En die zijn ook zo enthousiast. En die hebben zo'n zin. En dat is zo mooi om te zien. Hm.